dat D66, hè? Deugneuzen 66. Ja, die hadden een rapportje hebben ze laten maken, hè, over zichzelf. Dat wat jullie en ik en al lang weten, al jaren, en wat we ook op dit kanaal met elkaar hebben uitgewisseld over D66, dat hebben ze nu zelf in een rapportje opgeschreven. Maar dat weten wij al lang. Ja, het is gewoon D66 is gewoon een, laat maar zeggen, een vervelend, eigenwijs en drammerig clubje. Als ze dat hadden opgeschreven, gewoon twee regels en klaar. Ja, en dan hadden ze ook nog één regeltje misschien over de kakelende kaag kunnen schrijven. Van, nou ja, dat was natuurlijk de arrogantie ten top en het sloeg helemaal nergens op. En dan had je dus gelijk geweten waarom je 15 zetels hebt verloren. Ja. En nee, dan gingen ze allemaal schrijven nu. Ze waren bedweterig geweest. Ja, dat zeg ik net eigenwijs. Altijd hun eigen gelijk halen. Altijd maar weer mensen gaan vertellen. Wij weten de waarheid. Die hebben wij. Ja, in pacht. En die gaan wij jullie vertellen. Ja, nou, de groeten. En dan komen ze nu achter dat dat fout is. Ja, is het, ja, is weer goed, hè. Ja, daar moet je toch weer om lachen. Om deugneuzen 66. Ja, ze zijn altijd weer lollig, hè. En ja, en hebben ze nu ook uitgevonden dat ze woke waren. Ja, daar komen ze nu achter. Ja, en ze waren, er staat in het rapport, moralistisch geweest. Ook ten opzichte van de kiezers. Ja, en vervreemdende taal hadden ze gesproken. Ja, weet je hoe dat heet? Gewoon zweverig, deugneuzen gezwam en gekwek. Dat was het. Ja. Ah, dat had ook in het rapport kunnen staan. En ze hadden ook gezet in het rapport nieuw leiderschap. Ja, daar was toen de kakelende kaag mee gekomen. Nou, daar was weinig van terechtgekomen. Gaan we weer? Hij is weer goed, hè? Ja, ze zijn geweldig, hè? Dat D66, ja. Nou, en dat hadden ze dan. En er was weinig, er was niets van terechtgekomen van het nieuwe leiderschap. Nou, in ieder geval, het zit zo dat ze hebben nu een partijcongres. En jongetje Jette, nou trouwens, ik wil nog even zeggen, er gaat natuurlijk niks veranderen bij de D66. Zolang je jongetje Jette hebt en die halve garen paternotte. En eigenlijk binnen die partij hebben ze ook nog de cheert. Dus dat wordt nooit wat. Maar goed, anyway. Nou had die jongetje Jette, die heeft nu gezegd, ja, over omzicht, hè, moet je nagaan. In plaats dat ze nu eventjes stil zijn, hè. Gewoon eventjes 15 zeteltjes en even koppen dicht. Nee, die zegt dan, die Omtzigt, ja, die gaat nu met die PVV. En eigenlijk moet hij uit die formatie stappen. Oh, dan ben je toch brutaal of niet, hè? Hoe durf je? Ja, nee. Hij moet uit die formatie gaan stappen. Want ze vinden dat eigenlijk allemaal niet kan. En dat die maar met hun had moeten gaan samenwerken, want nu kiest Omtzigt, ja, daar komt hij, Omtzigt kiest dan voor Wilders 1 en niet voor Nederland. Nou, dan gaan we weer. Hij is weer goed. Ja, want deugneuzen 66, die hebben zich ingespannen voor Nederland. Die hebben de afgelopen jaren hebben die aan de burgers gedacht. Nee, niks. Ze hebben alleen maar hun hobby's door de strotten gedouwd. En die gaan nou beginnen over Omtzigt. Ach, 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 ach. Hé, jongetje Jette. Voorlopig